Yo mensen, Jarasky hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Pokémon kaartenopening hier op mijn kanaal Jarasky Gaming. Ik zit hier samen met lief Linda. Hallo. En we gaan vandaag het 20-jarig bestaan Blastoise X Red and Blue Collection doos, twee dozen zelfs, openmaken. Ja. Er zitten per doos vier oude generatie Pokémon pakketjes in. En we hopen dat we een vet kaart uit krijgen. Dus als jullie er klaar voor zijn, ben ik er ook klaar voor. Als je dit dan leuk vindt, ram natuurlijk zo'n kaart op like. Hoeveel likes snel, Linda? 6000 likes zou awesome zijn. Dus ram kaart op like als je het leuk vindt. Laat weten welke Pokémon kaart jouw beste Pokémon kaart is in de reacties. Die van mij, weet ik eigenlijk niet. Ik heb volgens mij Mewtwo. Die heb ik nog ergens op mijn oude kamer liggen, ja. Ja, ik bedoel het nog van de hele eerste kaart. Ja, van generatie. De allereerste. Toen de allereerste kaart. Van 6 was. Ja, toen ik weet je wat ik al vroeger al deed? Je had zeg maar op school, weet je wel, kwam met zo'n stapel Pokémon kaart aan, elastiek eromheen. En dan gingen we altijd tegen de muur aan gooien. En degene die dichtst bij de muur lag, die kreeg alles weer de kaart, weet je wel. Oké. Zo deden wij het, dus zo relden wij eigenlijk. Dus je moest ik had, wat verzinnen. Ik kwam op school echt met zo'n pakketje. Toen kwam ik thuis. Maar het waren allemaal kutkaarten, dus ik had er niet veel aan. Ik durfde mijn shiny kaarten niet te gooien. Je gooide ze tegen de muur? Je hebt de muur, Je gooit ze naar de muur toe, echt gewoon van 5 meter of zo. Ja. En degene die dan het dichtst bij de muur ligt, die wint zeg maar die kaart. Dus je gooit met de shiny gooien. Ik weet wel wat jij deed. Jij ging ze zwaarder maken, maar toen moest je verder gooien. Nee, gewoon. Stiekem wat eronder gepakt. Nee. Ik was de pro daarin. Maar we gaan het pakket openen, dus we zijn de taak om de doos mooi te openen. En dan hoop ik dat we iets vets kunnen krijgen. Dus het zijn natuurlijk de oude generatie Pokémon. Dus er zitten ook niet van de nieuwste Pokémon kaart in. Maar gewoon de oude chille Pokémon voor 20 jaar op bestaan. Ik hoop dat we iets vets kunnen krijgen. Want het is wel de bedoeling. We hebben natuurlijk ten eerste de mega grote Blastoise kaart. Die altijd in zo'n pakket zit. En natuurlijk nog eens de mini vorm ervan. Dus die hebben we ook nog eens. Vier pakketjes in de doos. Vier pakketjes om te openen. En daarna nog eens vier pakketjes om te openen. Dus ik ben benieuwd. Waar we beginnen? Blastoise bewaren we sowieso voor laatst. Want het is het Blastoise pakket. Beginnen we met Pikachu. Charizard. Oké, we beginnen met Pikachu. Ja. Dan zet ik deze camera ook aan. Oké, wat we gaan doen jongens. Dus we pakken de eerste drie kaarten. 1, 2, 3 van achter. Die doen wij naar voren. En dan gaat het begin beginnen. Een Chikorita. Die is super vet. Ik vind die ook schattig. Ja, ik vind die wel schattig. Die kan goed met Pikachu opschieten. Ja, dat zie je ook op het plaatje. Want Pikachu die zit er ook bij. Relaxed en chill. Een Mr. Mime. Doe maar. Een Trainer Card. Crushing Hammer. Een Diglett. Diglett. Een Energy Card. Ga je ze nu nadoen? Een Magikarp. Dat is een hele zee. Nee, die handen aan. Ja, dat is helemaal dat van een zee. Een Ponyta. Een Geodude. Een glimmende. In een glimmende vorm. Een Yeltal. Ik weet niet wat het is, maar het ziet er wel mooi uit. Het ziet er wel mooi uit. Het ziet er sowieso vet uit, ja. En nog eens een Machamp. Dat is de geëvalueerde vorm van Machamp. Of Machoke. En, nee, van, ja. Het is de laatste vorm in ieder geval. Stage 3. Oh, jij is niet openen. Jij maakte hem open, dus ik zei niet. Oh, maar dan mag jij de volgende open, ja? Oké. Doe het ons de beurt. Ik vind het niet erg. Ik scheur weer kapot namelijk. Ja. Ja. Alright, we draaien weer om. Eind, zwaai, draai. Hoppatee. En dan gaan we. Oeh, een Charmeleon. Oeh, die is wel gaaf. Schattig. Die is cool. Die is leuk. Een Charmeleon. Die mag jij hebben. Nee joh. Een Cloyster. Een Trainer Card. Een Ponyta, die hebben we vet vaak nu. Een Rhyhorn. Die is ook gaaf. Een Meowth. 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 Een Caterpie. Nee, dat is ook een Caterpie. Een Shiny Energy Card. Nou, die ziet er wel best vet uit. Ja. Een The Den. Kijk dat plaatje. Ja, die heeft wat voor Raichu en Pikachu weg. Ja, dat is in elkaar. Maar je ziet er ook onderaan allemaal tekens op de kaart staan. Awesome. En een Taurus. Taurus. Dat is een volgende. Ja. You can open it, babe. Sure, I can do everything you want. Yes. Whatever. Should I open this already? No, don't. Look, it's open already. Wait. You see that?
I speak good, very English. You speak very well English, my friend. Daar gaan we. Pakketje nummer 3. 1, 2, 3 van boven. Naar onder doen. En... Woppenvet. Een Metapod. Dat is geëvalueerde vorm van Caterpie. Die hebben we dus nu ook in de pocket. Een Cloyster. Een Machop. Een Grabby. Een Gastly. Een Energy Card. Een Hitmonchan. Shiny Hitmonchan. Een... Meowstick. Meowstick. Dat is de geëvalueerde vorm van die andere. Ik weet de naam niet. En... Nog een Taurus. Fair enough. Laatste pakketje. Van deze doos. En we hebben nog een doos, dus we hebben nog alle tijd. Laatste pakketje van deze doos. Dat wordt... The one and only. 1, 2, 3. Oké, wat denk je dat er hier ligt? Gok het. Een Pokémon kaart. Ja, maar welke Pokémon? Gewoon gewoon iets zeggen. Als ik tussen drie ik zeg een Pokémon Caterpie. Moet uitkiezen. Nee, je hebt zeker ook. Nee, ik heb echt niet gekeken. Nee, dan zeg ik een... Ik denk dat het een nieuwere Pokémon is. Ja, maar welke? Zeg dan. Ja, je moet wel een naam hebben. Ik zeg Caterpie. Helemaal niet. Oké, dan noem ik wel een Pokémon op die ik wel ken. Sorry, ik heb er wel heel veel. Ja, ik vind het zo lastig. Je zet me onder. Shit, jongen, dat moet je niet meer vragen. Pikachu. Nee, het is geen Pikachu. Oh. Het is een... Een Gulpin, denk ik. Ja, echt? Oh, ik zie een kaart erachter zitten. Een trainer card. Een trainer card. Een Tangela. Een energy card. Een Gastly. Een Magmar. Een Caterpie. Ik zei al aan het begin een Caterpie. Alleen dit is een shiny cat. Open het nou. De. Doe het nou maar weg. Pie. Nee. Oké, daar komt ie. Oeh. Gardevoir. Dan ben jij met Santino. Oh. Oké. En oh, nog één. Nog één. Kijken. Blastoise. Een water Pokémon. Wat is het? Ja, Blastoise! Zo, dit hoor ik kaarten schreeuwen. Een Blastoise in het motherfucking Blastoise pakket. Ik had wel gelijk. Yes. Ik had gelijk. Oh, die is vet, hè? Die is echt vet. Zo, kijk dat plaatje dan, joh. Die is zeker weten vet. Die is bruut. Nice, maar we hebben nog een doos, dus we kunnen nog even doorgaan. Ik laat hem hier zo mooi liggen, dat vind ik cool. Zo, hoppa. Wat is er? Zie je een beetje lachen, mooie reactie. Nee? Jij zei... Ik ga te veel met jou om. Ja, je gaat mij nadoen. Zo meteen is het mij lachen. Hoor je Linda als mij lachen? Oh my god. Ik ga weg. Nee, mijn doos. Oh ja, ik zal hem nog eventjes afmaken voor je. Alsjeblieft. Dankjewel. De megakaart. Oh yeah. En die achterkant is sowieso... Die achterkant is gewoon echt vet. En natuurlijk die mini-vorm. Dus de grote en de mini. Maar dat is nog niet alles. Want wij hebben ook weer 4 pakketjes in de doos zitten. Die wij eens eventjes mooi gaan openen. Wat doet Venusaur? Venusaur. Wat doet Bulbasaur? Bulbasaur. Jij het? Gaat er wel van uit dat ze een zwaardere stem krijgen als ze groot zijn. Ja, dat krijgt hij ook. Ja. Hij krijgt echt een hele zware stem. Ja. Venusaur heeft echt een zware stem. Venusaur! Nee, ik zeg niks, joh. Jawel, want je zegt nu iets. Ja, ik zeg nu wel wat, ja. Maar ik zei daarvoor. Ik zei daarvoor niks. Oké, daar gaan we weer. Ja. 1, 2, 3. Hop. En. Chikorita. Een trainer card. Nog een trainer card. Een Gastly. Een Magmar. Je hebt zoveel een Slowpoke, alleen een oudere. Kijk, het is een ouder plaatje. Slow. Van een oudere kaart. Dat is een super vet Slowpoke. Een energy card, een hunter, een slurpuff, en een Gyarados. Ja, helaas geen glimmende. Nee, het is geen glimmende helaas, maar hij is wel echt vet. Kijk dan, Gyarados gek. Kijk dat plaatje, man. Ik vind deze echt vet. Die is gaaf. Zeker weten. Nice. Die gaan we eventjes op de speciale stapel leggen. Kijk Pikachu er mooi op staan. Ik kijk een beetje boos. Ja, nou, hij is nu ook weg.
Zij pech. Oké, pakketje nummer 2. Eigenlijk pakketje nummer 6, want we hebben het ook al een doos geopend. Nou, wilde je, nou zeg maar weer. Dankjewel. Een Graveler. Een Graveler van Geodude. Mr. Mime. Pikachu, die is voor jou. Een Diglett. Een Energy Card. Een Rhyhorn. Een Shiny Trainer Effasoda Card. Holy fuck. Oeh, die zag ik niet aankomen. Die zag ik niet aankomen. Die is fucking vet. Nou hier. Nee, dat kan ik echt niet aannemen. Dan moet jij voor je collectie maken. En een Hitmonlee. Shroomish. Shroomish. Een trainer card. Een Golbat. Geef leur de vorm van Zubat. Een Krabby. Ik wil een Kingler hebben. Ik gun je een Kingler. Een energy card. Een Geodude met het oude plaatje. Een Clefairy. Een Shellder in de shiny vorm. Oeh, een Jirachi. Ja, precies ja. En nog een Gyarados. Hoppatee, waarom niet joh. En het laatste pakketje van vandaag. Kunnen we nog een Blastoise krijgen, ja of nee? Dat is de vraag. Wat doet Blastoise eigenlijk voor geluid? Blastoise. Ja, ik weet niet meer hoe die doet. Ik wist niet dat hij zwaar geluid kon produceren. Ja. Oké. Nou, dan weet je het nu. Laatste pakketje. Een Gulping. Een Graveler. Een Trainer Card. Een Gastly. Een Krabby. Een fucking Kingler. Een Energy Card. Een Geodude. Een Energy Switch Shiny Trainer Card. Woo! Yay! Een Charizard. En. Een Dugtrio. Dugtrio. Die doe je wel goed. Dugtrio. Ja, dat en dat was hem. Nou, we hebben super vette kaarten gekregen, zoals je hier kan zien. Sowieso Charizard als laatste. Gyarados. Waar is. Oh, hier is Blastoise. Deze is echt sick. Blastoise is denk ik wel de vetste. En natuurlijk Pikachu. Toch? Dat is wel de gaafste, toch? Ja. En Caterpie natuurlijk, die mogen we niet missen. Caterpie zit er ook nog tussen. Maar die Blastoise die is echt super, super vet. En ik moet zeggen, ik vind Hitmonchan vind ik ook vet eruit zien. Ik vind Hitmonchan zo. Maar Blastoise die heeft toch echt deze gewonnen. Blastoise heeft deze wedstrijd gewonnen. Ja. Dus jongens, dat was het weer voor vandaag. We hebben nog meer dozen staan, dus we willen nog vaker zien. Ram natuurlijk zijn kaart op like nog. Dan zeg ik, allemaal heel bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren op Linda, Diamantje wel en op Maya Raske Gaming. En dan zeggen wij, tot de volgende keer weer. En bye bye. Bye bye.